Zo, even een paar dingen uitproberen. Nou ja, dat is een betere gelegenheid om eventjes mijn DV Mega te laten zien. Het is dus een hotspot voor DISTA van 10 milliwatt, opgebouwd op een Raspberry Pi. Met een antennetje van een Baofeng UV3R. Kijk, het is een opsteekprintje dus. Wat op de GPIO connector zit. Antennetje, er zit nog een wifi stickje in. Echt briljant, dat ding is totaal compleet. Als ik hem in het stopcontact steek, dan werkt hij gewoon, hè? Waar ook in het huis. Dat kan ik hem gebruiken. Om achter de boeken gooien op de boekenkast. Echt helemaal geweldig zoiets. Het enige wat er al ontbreekt is dat ik toch nog wel graag zou willen dat hij het ook voor Echolink zou doen. Maar het Z-ontvangertje wat erin zit, de chip, die is wat minder goed geschikt voor analoge signalen. En dat is eigenlijk de reden. Nou, eens even kijken of dat een beetje fatsoenlijk video oplevert. Het is een nieuwe camera en ook nieuwe bewerkingssoftware waar ik mee ga bewerken. Dus het is allemaal.